Je kijkt naar Ik Kook met Mathieu. Vandaag op het menu pasta kip met spinazie. Wat zit er vandaag in het kratje? Zongedroogde tomaten, pijnboompitten, spinazie, kruidenkaas, kastanjechampignons, pasta en een kip. Met deze materialen gaan we vandaag koken. De koekenpan, de snijplank, mes, een theedoek, de pannenlappen, een vergiet en een kookpan. Vul de pan voor de helft met water. Ik heb de pan op het vuur gezet en nu is het even wachten totdat het water kookt. Ik doe nu de pasta in de pan. De pasta kookt, ik roer hem even los. Ik heb het vuur lager gezet, het water kookt nog rustig en ik heb de timer op 8 minuten gezet. Nu is het tijd om de champignons te snijden. Ik snij ze in halve plakjes. Snij hem één keer door de helft, leg hem plat neer en op dat moment snij je halve plakjes. Ik heb de koekenpan gepakt, we gaan nu de kip bij het vuur hoog en voeg de olijfolie toe. De olie is nu heet. Ik voeg nu de kip toe. Ik bak hem mooi bruin. Op het moment dat het bruin is, voeg ik pas de champignons toe. De kip is bruin, ik voeg nu de champignons toe. Bak deze even mee. Ik heb de champignons een minuut gebakken. Ik ga nu de spinazie toevoegen. Schep het voorzichtig erin. Roer het even om. Hierna kan je gelijk de kruidenkaas toevoegen. Ook dit roeren we even om. De 8 minuten zijn nu voorbij. De pasta is gaar. Ik ga hem nu af in een vergiet. Bijna bij het einde. Ik voeg nu de pasta weer toegevoegd. Ook dit roeren we even lekker om. Het gerecht is nu klaar. Ik ga het nu op een bord scheppen. Voeg ik nog even de pijnboompitten toe en de zongedroogde maatjes. De zongedroogde maatjes gaan we lekker overheen doen. Een klein beetje pijnboompitjes. Dit was Ik Kook met Mathieu. Leuk dat je keek. Mijn tafel is al gedekt. En die van jou?